na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na na. Oh na 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 na. Ja, in Rotterdam, ja, daar liggen ze dus blauw van het daar staat dus gewoon niemand meer overeind in Rotterdam. Die liggen allemaal over de vloer van het lachen. Die liggen allemaal aan de beademing. Want die komen niet meer bij over een gedoe bij Ajax. Dus eerst hebben ze die Haller gehad. En nu hebben ze, oh na 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 na. Oh, 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 oh. En wat het rare is aan het hele verhaal van Onana. Is zijn verhaal nou wel waar? Daar begint het mee. Dat is het eerste wat bij je opkomt. Klopt het nou wat hij zegt? Hoe kan het nou zo zijn dat je dus een pil pakt van je vrouw? Hoe kan dat nou? Dat gebeurt gewoon bijna niemand. Ja, dat is ooit een keer gebeurd bij een hele rare neef van mij. Een hele domme neef van mij. Die pakte ook een keer een pil van zijn vrouw. Ja, en die was toen verbaasd dat hij niet in verwachting raakte. Ja, dat kan. Maar verder, een gewoon mens, normaal, kan je toch niet zomaar de pil pakken van je vrouw? Ik bedoel, als je je eigen pillen hebt, dan kijk je al. Nog een keer kijken, heb ik wel een goede pil? En daar ben je dan mee bezig. En Onana, die pakt zomaar zogenaamd, ik weet het niet hoor, dat verhaal. Klopt dat nou allemaal wel? En dan nog wat, dan is het dus een plaspil geweest of zo om doping te maskeren. Maar luister nou eens even, dat is dan weer de andere kant van het verhaal. Sinds wanneer heeft een keeper nou... Sinds wanneer heeft een keeper doping nodig? Ja! Hoe moet hij dat? Die staat dan. Als hij dat doet en neemt die pillen. Dan staat hij helemaal hyperventilerend in het doel. En die raakt helemaal over zijn toeren. En als hij gaat springen. Woep, dan moet hij zich gaan melden. In Florida bij de NASA. Want dan gaat hij als een raket. Vliegt hij boven het doel uit. Dus dat wordt met een gestuiter en een gedoe. Dus ik weet het niet. Weet je wel? Het is die ene kant. Die twijfel bij het verhaal van Onana van verkeerd pilletje. En aan de andere kant heeft zo'n gozer dan doping nodig. Goeiedag, zeg hij. Nou ja, weet je, in ieder geval. Mensen in Rotterdam. Veel plezier met dit verhaal.